Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering. En dit is zomaar een random aflevering van mijn favoriete draakje, Spyro. En Spyro is een jeugdsentiment van mij. Wow, hij komt dichtbij. En zoals je ziet zijn we in een wereld waar Spyro in moet leven. Nou ja, we moeten vechten tegen een gemeene draak. En die draak heeft dus Dark Gems neergelegd, zoals je hier ziet. En hoe gaan we die bestrijden? Met rondje. Oké. Met onze rondjes kunnen wij die bestrijden. Oké. Laten we niet te dichtbij komen bij die stekelbosjes. We hebben dus 10 Dark Gems nodig. Ik ga ook even al die gems verzamelen. Nee, de bedoeling is eigenlijk van het spel dat je gewoon diamantje verzamelt en het level uitspeelt. Het is ook research, puzzelen en monsters bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. En zoals je ziet gaan we dus deze diamantjes verzamelen. Hier kunnen we niet omhoog. Dan moeten we weer wat gaan leren. Een bepaalde training moeten we dan hebben en dan kunnen we ergens klimmen. We hebben een sleutel nodig voor die deur. En misschien heeft Moneybags, dat is die man die altijd om geld vraagt, om gems, die heeft misschien wel wat te praten. Wat zegt hij? Spyro, how nice to see you. I was hoping to remodel my third home and no one overpays like you. Oh, but don't bother coming back here until you've got 500 gems, okay? Collect 500 gems to access Moneybags. Ik moet 500 diamanten hebben. Hebben wij 500 diamanten? Kan ik dat ergens zien? Hebben we geen 500 diamanten? I am sorry, Spyro. I only associate with people who have at least 500 gems. Oké, ik heb 500 diamanten nodig. Oh, die kistjes moet ik nog even openen. Misschien zit daar wel iets in. Oh. Zo. We hebben er bijna 500. Ja, ik heb er precies 500. Ik ga naar Moneybags. Hallo. Well, I am not a fan of new money, but it is money after all. So, go inside and buy a lockpick. We moeten naar binnen. Dit is een bazaar. Dit is een mini-bazaar. En we moeten een lockpick gaan kopen om de deur te openen. Ik ga dat eens even doen. Ah, there you are. My favorite. We zoeken een lockpick. Waar zit hij? Even kijken hoor. Hij heeft zoveel spullen. Ik denk dat dit hem is. De lockpick. We hebben hem gekocht en we hebben 0 diamanten over. En ik denk dat ik met die lockpick, dat ik dan zeg maar die deur daar kan openen. Of die poort. Oh, dat was een steen. Hier zo. Laten we dat eens proberen. Open. Small dark holes. Not a problem for me, Spyro. I'll have that lock removed in no time. Daar gaat hij. Mooi, dat is open. Nu kunnen we verder de grot in. Dat is natuurlijk al heel belangrijk. En hier is een kistje. Dat maken we kapot. Kijk eens, er zitten ook weer die diamantjes in. Oh, nu hebben we die vee weer. Hey there, Spyro. Tinkerbell. When I zap you with my wand like this, your current position and progress is saved. Also, you lose a million brain cells. Wow, a million brain cells? That seems excessively destructive. That seems kind of bad. Okay, it's cool. Ze blijft maar zappen, maar dat is een checkpoint. Voor de mensen die het willen weten, je gaat niet 1000 hersencelletjes dat die verwijderd worden ofzo. En wat komen we hier? We zien hier een vrouwelijk draakje. Wat is met de vrouwelijke draakje aan de hand? Look at this dark gem. It's pulsating with evilness. Waar? Still, voel maak maar zonder een doodje met me. Don't you think, Spyro? Oh. Ze wil trouwen Maybe met me. The dragon elder can tell you how to smash it into bits. Talk to the dragon elder to learn how to smash this gem. I know you'll do it, because you like me. Oh, nou wel lief draakje. Maar in ieder geval, we moeten met de oudere draak praten. Om die grote gem hier te vernietigen. Dit gaat niet met onze horns. Dus hier moeten we even langslopen. Die kunnen we wel kapot slaan. Zo. Hoppakee. Tum, tum, tum. Another one bites the dust. Tam, tam, tam. Another one bites the dust. We hebben hier de oudere draken meneer, of hoe je hem ook wil noemen. En die meneer die gaan we even mee praten. Het is een hoop gepraat. Een hoop uitleg. Ah, Master Spyro. You must be setting out to stop Red from using the dark gems to take over the world. Yeah, something like that. Hey, who's Red? Ah, Red was once an elder like myself. I'd tell you the whole story, but I'm old and I take a really long time to tell stories.
So, how about I just tell you how to destroy the dark gems instead? Whew, close one. Yeah, do that. To destroy dark gems, you should use your horn dive. To double jump press. Okay, we gaan dus leren hoe je dat moet leren of hoe je dat moet doen. En dit is wat we nieuw hebben geleerd van de oudere manier. Kunnen we hier ook naar boven? Ja, we kunnen deze ook vernietigen met die nieuwe horn smash. Kijk eens, bam. Huppakee, we kunnen gelijk verder naar daar toe. Maar moeten we daarheen? Want we moeten nog steeds dat meisje gaan redden. Maar dat doen we dadelijk dan nog wel. Dit is belangrijker. We komen hier in een nieuw gebied. Wat gaan we doen? Oh, daar is Hunter. Is het Hunter? Het is zeker Hunter. Yo, Spyro. Did you know you can use the double jump to glide further? So, double jump and glide already, buddy. If you find a dragon egg and get back here safely, I'll open the door. Oké, prima. Hij leert me dus hoe je moet gliden, dus in de lucht moet vliegen eigenlijk. Ik pak wel even alle spulletjes op. Ik zie daar nog een kistje wat we nog moeten openen, maar dat kunnen we nog niet. Dus we gaan nu glijden met onze drakenvleugeltjes. Zo, prima. Dan doen we dat nog een keer. Er zijn bijtjes. Ik hoop niet dat ze ons wat aan gaan doen. Ik denk het niet. En we klimmen nog wat verder omhoog. Zo. We gaan steeds hoger komen. En uiteindelijk komen we hier aan. Oh, oh, wat doet dat meisje? En daar is onze eerste monster die wij vernietigen. En dan krijgen we een hoop gems uit. Dus voor mij mogen er nog wel meer van deze monsters komen. Waar gaan we helemaal heen? Helemaal naar dat stuk daar. Zo. Hoppakee. Gaan we daar naartoe, naar dat monster. Die staat ons op te wachten natuurlijk. Alsjeblieft jongen, kook jij maar lekker. En dan gaan we uiteindelijk daar naartoe. Als dat gaat lukken, wat een grote jump. Yes! We hebben gehaald. Prima, dan gaan we hier op deze plaats staan, waardoor die gate open gaat. En dan komen we in ieder geval weer in een huisje waar een monster zit. Weet je wat? Gaat op deze manier doen. Kom maar, kom maar. Yeah! Dat was mooi. Goed werk. Hebben we nog wat gems vergeten? Ja, daar nog. Zo, huppakee. We hebben alles opgepakt en een drakenei hebben gevonden. Alsjeblieft. Het eerste officiële drakenei. Wat een leuk spel. Ja, ik heb dit vroeger natuurlijk helemaal kapot gespeeld. Want ik ben natuurlijk een Spyro-fan. Uiteindelijk natuurlijk. Dat weten jullie misschien wel als jullie me goed kennen. En dit is dan de PlayStation 2 versie van Spyro. En het is leuk om een keer te zien. Omdat er vroeger hele andere games bestonden dan die nu uitkomen. Waar je tegenwoordig een wapen in je handen hebt. En waar iedereen overhoop schiet. Is dit toch wel weer wat heel anders. En is het wat meer platform, wat meer puzzelen, wat meer uitzoeken van dingetjes. En dat maakt het ook fantastisch leuk. We gaan hier... Oh, die god in! Wie is die man? Wie is die man? Wie is die man? Hij wil me slaan. Wat gaat hij doen? Hij gaat niks doen. Oké. Ik heb wat in mijn mond en dan kan ik naar hem... Huppakee. Wacht even. Ik ga er nog opnieuw eentje pakken. Wacht even. Ik moet dat armor vernietigen met die... Wat is het? Die bom die we hier kunnen vinden. Hier, zo is die. Dus die ga ik oppakken zo. We hebben één bom. En die gaan we gebruiken tegen dat monster. Tegen zijn harnas. Let op. Oké, moment, moment. Oké. En, oh, oh, au, 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 au. Hij gaat lachen. Wat nou lachen? Hij was al dood. Waarom gaat hij niet dood? Oh, zo. Prima. Zo moest het. Ik dacht, je moest die bom gebruiken, joh. En hier hebben we een vuurwerkje. Ik ga een vuurwerkje afsteken. Prima. Kijk eens of we diamanten krijgen. Jeetje, de hele doos vol. Zo. Pak even alles op. En dan klimmen we hier naar boven. Hey, nice one, Spyro. You managed to find the dragon egg. All right. Keep it safe. Somebody might be looking for that. Oh, now allow me to get the door. Huppakee, in de roos. Prima, we kunnen nu doorlopen en zo komen we steeds een stukje verder in de map. We komen nu uit bij, even kijken hoor. De meneer met de harnas. Yeah! Jullie snappen het nu een beetje. Hier moet je een sleutel voor hebben om dat kistje te openen. Een sleutel kan je weer kopen bij de lockpick. Net als we deden voor de deur eigenlijk. Ik zal even dit vuurwerkje afsteken. Huppakee. En die gaat misschien naar... Oh, kijk eens. Die opent dat kistje voor ons. Dat is mooi, dat is heel mooi. Wat doet de professor hier? Spyro, this is an activation pad for my latest invention. The Bobcat. Of course.
course, to operate it, you'll need to collect 8 power stars. Power stars? Never even heard of those. Oh. Then how about red coins? No? Heart pieces? Gold tokens? I'm at a loss, Spyro. What exactly do you need to collect? I don't know. Light gems? Fine. You need 8 light gems. Anyway, off you go. I'll open the door to the nursery for you. Once you have the light gems, approach the pad and the ball gadget will automatically activate. Prima. Nou, dat is mooi om te weten. We hebben dus bepaalde kleuren nodig. En, wacht even. Laat hem slaan. Yes! Nou, dit is een fantastisch spel. Ik vind het heerlijk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden om te kijken hiernaar. Want zo meteen gaan we de video afsluiten en dan vraag ik aan jullie... Oh, wat is dit? Stop, thief! Stop right there! Hey, what's going on here? It's those thieves again. They've just stolen the last of my dragon eggs. Oh! Dragon eggs? Oh yeah, I found one of those. Maybe I can find all the dragon eggs for you. You know, I'm gonna be out saving the world anyway. Well, at my last count, there were 80 of them. 10 eggs to a set. If you can find whole sets, I'm sure you'll be rewarded. Nou, dus altijd aan het begin van het spel dat inderdaad uitleg wordt gegeven. Mijn eerste light gem heb ik gevonden. Light gems zijn heel erg important, heel erg belangrijk in het spel. En zoals je ziet komen we weer terug op de wereld waar we begonnen. En ik ga dat schaapje even vermoorden, let op. Beetje liguber. Maar daar hebben we in ieder geval, dat is nodig voor onze beestje Sparks. Mensen, als je dit een leuke video vond, vergeet niet een like achter te laten. En als jullie meer willen zien, dan bij de 100 likes gaan we sowieso een nieuwe aflevering doen. Ik vind dat van wel. Dus ja, wie weet, tot dan. Doei doei!